Wat Prinsjesdag een belangrijke dag maakt, is dat de regering de plannen voor het komend jaar presenteert. En in de wandelgangen wordt dat meteen besproken, dus het is ook een beetje een feestelijke hoogtijdag, zeg maar, van de democratie. Ik beleef Prinsjesdag toch wel een beetje als een feestdag. Dat komt ook omdat wij hier in de Eerste Kamer niet meteen de dag daarna alle stukken hoeven te hebben gelezen en meteen gaan vergaderen. Wij kunnen echt genieten van de traditie, de pracht en praal. Ik hou wel van wat ceremonie en van wat sprookjesachtig gebeuren. Als jongetje stond ik al langs de kant van de weg, want ik woonde in Den Haag. En dat gevoel heb ik eigenlijk nog steeds een beetje. Ik vind het ook bijzonder dat ik erbij mag zijn. Niet alleen spreekt de koning de troonrede uit, maar er volgt ook altijd aan het eind de troonbede. En dat vind ik een heel bijzonder moment. Ik heb wel een leuke anekdote van vorig jaar van Prinsjesdag. Ik had een hele grote hoed op en het was erg winderig. Dus mijn hoed waaide van mijn hoofd. Dat was op bijna elke nieuwszender te zien, inclusief Arjan Lubach. Arjan Lubach had er iets heel komisch van gemaakt. Het was wel heel grappig, maar voor een eerste Prinsjesdag was het best intens. Mijn beleving gaat eigenlijk lang terug naar 1974, toen ik voor het eerst Prinsjesdag meemaakte als staatssecretaris van Financiën in het kabinet Den Uyl. En dat was nog in de prachtige Ridderzaal, die we natuurlijk node nu missen. Vorig jaar zat ik op de eerste rij vol in beeld. En ineens hoor ik achter in de zaal het zoomen van een telefoon die op zacht staat en niet op uit. Helemaal achterin. Ik denk, nou, als je dat kunt horen, wat gebeurt er met mijn telefoon als ik die heb uitgezet? Dus ik heb die hele troonrede heb ik echt benauwd gehad van, oh, als mijn telefoon maar niet afgaat. Je kunt natuurlijk onmogelijk, als je vooraan zit, je tas onder je stoel vandaan halen, je telefoon eruit halen. Ja, dat ziet heel Nederland. Wat gaat die dan doen? Hiervoor ben ik heel lang officier van justitie geweest en was ik samen met de politie, de brandweer, ambulancepersoneel, marechaussee en vele anderen actief. En beleefden wij het in die zin letterlijk en figuurlijk van achter de schermen. Dan was ik altijd weer opgelucht als de balkondeuren achter de koning en zijn gezin dichtgingen, want dan was iedereen weer veilig binnen. En ik vind het heel bijzonder dat die mensen zich ieder jaar weer zo ontzettend inzetten, gezien en ongezien, voor een veilig en waardig Prinsjesdag. En dat verdient een heel groot compliment. Na Prinsjesdag in de Eerste Kamer gaan we natuurlijk eerst kijken wat de Tweede Kamer gaat doen met algemene politieke beschouwingen. Daarna gaan wij ons voorbereiden op onze algemene politieke beschouwing in de Eerste Kamer, die we op 8 oktober gaan houden. En dan gaan wij met de regering praten over hun plannen en hoe dat vanuit ons perspectief, vanuit de Eerste Kamer, vorm zou moeten krijgen.